Dit, dat is de 54-jarige Peter Geurts uit Gouda. Secretaris van het wijkcentrum Achter Willens in Gouda. Ja, en een man met verstand van computers, waarin hij een eigen bedrijf heeft gehad. Hij is al 4 weken vermist en de politie vraagt uw hulp om Peter te vinden. Voor zijn familie en vrienden is de vermissing onbegrijpelijk en ze leven al bijna een maand in onzekerheid. Je weet niks en je hebt gewoon geen aanknopingspunt. En dat maakt het heel moeilijk om de hoop te houden en te blijven zoeken. Dat is het moeilijke. Je wil blijven zoeken, je wil blijven doen, maar het is gewoon bijna het is bijna onmogelijk om gewoon zelf iets te ondernemen. Peter Geurts vertrekt op maandagmiddag 23 oktober rond 3:30 op de fiets vanaf het wijkcentrum Achter Willens in Gouda. Vanaf dat moment heeft niemand meer iets van hem vernomen. Er kan van alles gebeurd zijn. Hij kan ook niet goed geworden zijn. Hij kan verward ergens in buiten Gouda lopen. De ene keer denk je van, nou, hij zit ergens te kijken naar ons en laat wat horen. Maar de andere keer denk je van, dit is hij niet. Om zomaar weg te gaan zonder wat te zeggen. Het is niks voor mijn vader om zomaar een nacht niet thuis te komen. Hij heeft ook geen plek waar hij heen kan of zoiets. Dus ja, het was voor mij wel. Ik wist gelijk dat er iets niet goed zat. Ook bij de wijkvereniging waar Peter secretaris is, snappen ze niets van zijn verdwijning. De laatste keer dat zijn vrienden hem zagen, gedroeg hij zich als altijd. Ik heb helemaal niks aan hem gemerkt. Nee. Er was niet iets dat je zegt van nou, de andere dag is hij weg of iets dergelijks. Nee, hij reageerde overal normaal op. Heel rustig, heel kalm. En eigenlijk was het gewoon de Peter die we gewoon kennen eigenlijk. Peter kwam niet opdagen bij de kaartclub. En die organiseerde hij altijd samen met nog een mevrouw. Nou, dat was hij niet. Ja. En toen had ik echt zoiets van, nou, dit klopt echt niet. Nee, want hij is er gewoon altijd. Ja, ze zeggen altijd geen nieuws is goed nieuws, maar ik heb een zware hoofd. Peters familie en vrienden willen maar één ding, een teken van leven. Ik hoop gewoon dat als je besluit om contact met ons op te nemen, dat je gewoon weet dat alles goed is. Er is niks aan de hand, er is geen probleem, niemand is boos op je en iedereen houdt gewoon verschrikkelijk veel van jou. En ik hoop gewoon dat ik je terugvind. Ja, het is natuurlijk vreselijk, die onzekerheid. Hopelijk komt er heel snel duidelijkheid voor die familie. Esther, Peter, die is eigenlijk van het een op het andere moment verdwenen. Houden jullie rekening met een misdrijf? Ja, daar hebben we op dit moment geen concrete aanwijzingen voor, maar we kunnen het ook niet uitsluiten. We houden met meerdere scenario's rekening, dus ook met een ongeval of met een vrijwillige verdwijning. Nou, daarom vragen we ook hier een oproep aan de kijkers van Team West om alle informatie die er is over de vermissing van Peter met ons te delen. Laten we de feiten nog een keertje op een rijtje zetten. Ja, Peter die is op maandag 23 oktober om 3:30 's middag op zijn elektrische fiets vertrokken. En dat was vanaf het wijkcentrum Achter Willens aan de Sluismeesterslag in Gouda. Vermoedelijk is hij daarna nog bij de Albert Heijn aan het Middenmolenplein geweest. En dat is in winkelcentrum Goverwelle. En daarna is hij niet thuisgekomen en ontbreekt dus elk spoor van hem. De afgelopen maand, hè, wat is er allemaal gedaan om Peter te vinden? Ja, we hebben gezocht met het parate peloton van de ME, met honden en ook met de politiehelikopter. En de familie van Peter is erg betrokken bij deze zoektochten. En verder hebben we de media opgezocht en hebben ook gesproken met veel bekenden van Peter. Maar ja, dat heeft tot nu toe nog geen enkel spoor van hem opgeleverd. Ja, de vraag zal duidelijk zijn. Waar is Peter vanaf maandagmiddag 23 oktober geweest? Peter Geurts is 54 jaar, 1,90 meter lang, heeft een mager postuur. En op de dag van zijn verdwijning droeg hij een zwart bomberjack en een zwarte Adidas trainingsbroek met rode, gele en groene strepen. Hij reed op een goud met blauwkleurige elektrische gazellefiets, een soort gelijke als op deze foto, maar dan met blauwe fietstassen achterop. Ja, heeft u die fiets misschien ergens zien staan of heeft u Peter de afgelopen maand nog gezien of iets van hem gehoord? Alle informatie is welkom om deze vermissing op te lossen. U kunt bellen met 0800 60 70 of met meldmisdaad anoniem.